we staan vlakbij Cineop TV en we zagen al heel de dag dat er politie bezig was. En nu worden er een paar wietplantages die worden opgerold. Eentje in de straat en eentje hier. En we zijn gevraagd of we mochten filmen, maar dat mag niet, want het is een huis van iemand anders. Dus we, we zijn er hier aanbeland. Nou, hier zijn kinderen uit de Agniezenstraat. Wat is er allemaal gebeurd vandaag hier? Er is volgens mij wiet in dit gebouw. Okay. Hoe komt dat dan? Dat weet ik niet. Volgens mij die buren van boven hebben dat gedaan. Ja. Ze hebben het laten planten. Ja. Hey, maar jullie wonen ook in de straat, hè? Nee, ik woon ook in deze flat. Ja. Hoe vind je dat nou dat het gebeurt in je flat? Niet goed. Het gaat ook helemaal stinken. Ja. En hadden jullie er wat van gemerkt? Ja, de geur. Want wij zaten net eenmaal aan de overkant te werken en er kwam ineens van die dampen naar binnen dat je denkt van, wat gebeurt hier, joh? Ja, het is ook niet heel goed. Ik zag de politie de hele tijd naar boven, naar beneden, naar boven. Dus het is iets ergs aan de hand, denk ik. Maar ik vroeg ook aan de meneer, wat is er aan de hand? Hij zei, nee, er is niks aan de hand. Maar toen vroeg ik het aan een andere meneer en hij zei, er is wiet. Het is eigenlijk ook niet heel goed, want de mensen die daar wonen en die het niet heeft geplant, en ze komen ook en ze ruiken die geur, dat is ook niet goed. En ook voor de kinderen. Dat het een beetje ongezond voor je is? Ja. En ze mogen het ook niet planten. Mm-hmm. En niet in een flat of in hun huis zetten. Dat is best gevaarlijk. Ja, het is heel gevaarlijk. Wat is er dan gevaarlijk aan? Je kan het ook drinken. Wie kan je toch ook drinken? Ja, wie kan, ja, roken. En dat is ook niet heel goed voor je. Dus, ja, dat is gevaarlijk is dat ook heel vaak mensen bijvoorbeeld, dan sluiten ze illegaal de stroom aan, weet je wel. En dan kan de brand ontstaan en dan zou je... Dat is ook niet goed, want dan gaan al die gebouwen gaan in de fik. Ja. En dat is dan die persoon die dat heeft gedaan, is dat hem schuld. Ja. Ben je boos op die persoon? Ja, boos wel een beetje. Ik ben teleurgesteld. Teleurgesteld. Het spul mag je niet gebruiken. Ja. En waarom doen mensen dat dan, denk je? Dat weet ik niet, want misschien zijn ze verslaafd daaraan. Ik vind dat ze niet moeten roken. Niemand eigenlijk, omdat roken is slecht voor je. Als je erover denkt, zou je dan later zelf drugs gaan gebruiken? Nee, je kan er ook van dood gaan. Ja. Als je gevaarlijk is. Je gezicht wordt lelijk. Als je gevaarlijke pillen inneemt of zo, dan kan je helemaal ook gek worden. En dan kan je vanuit jezelf kan je gebouw in de fik steken of je huis in brand steken. Dus allemaal geen goede spullen eigenlijk wat ze verkopen. Verder nog iets aan toe te voegen? Nee. Ik vind het alleen gek dat jullie je fiets op de kop zetten, maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij, geloof ik, hè? Zo kan je toch niet fietsen? Thank you.